Ik had laatst een gesprek met onze premier Mark Rutte. Mark Rutte, de bekendste Saabrijder van Nederland, wilde een circulaire Saab. Dat gesprek vond natuurlijk in mijn hoofd plaats, maar het businessplan was wel geboren. U moet zich voorstellen, jaarlijks belanden er 800.000 auto's op de sloop. Dat is een enorme verspilling van kapitaal, product en een enorme uitstoot van CO2 die daarmee gepaard gaat. Als je daarbij optelt dat je in een circulaire Saab 18 jaar kan rijden en dat er dan net zoveel CO2 vrijkomt als in een nieuw te produceren auto in 12 jaar, dan kunt u zich voorstellen wat een enorme winst wij kunnen behalen voor zowel mensen als milieu en ook uw eigen portemonnee. Wij kunnen dus niet alleen Mark Rutte deze circulaire Saab aanbieden, maar ook de rest van Nederland.